Ja, coach Sportinge. Ik had gewoon vragen, wat is er vandaag gebeurd? Ja, vandaag hebben we een pak slaag gekregen. Ja, niet meer en niet minder. Totaal ook onnodig in mijn ogen, zeker als je ziet. De eerste helft is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Was er gewoon een gelijk opgaande wedstrijd. Speelden we eigenlijk wel prima. Dekking stond eigenlijk heel goed. Tot aan 13-11 eigenlijk krijgen we vrije kansen van de cirkel. En in plaats dat we dan scoren, kost het onze tijdstraf. En dan ga je met vier verschil ga je de rust in. Je begint meteen in ondertal en dan is het verschil meteen van 15-9, 16-9. Nou ja, en dan knakt er eigenlijk gewoon iets. En dan is het gevoel bij ons weg, zeg maar, dat we nog een kans hebben om te winnen. En dan is het gewoon afzien tot het einde van de wedstrijd. Ja, de tweede helft hebben jullie maar 7 punten gemaakt. Hoe komt dat het verschil zo hoog is vandaag? Ja, nou, ik denk dat we heel veel moeite hadden in de aanval. Dat we hadden ons voorgenomen om lang te spelen, wachten op een goede kans, veel duels proberen aan te gaan. Maar uiteindelijk, zeg maar, hebben we zo ontzettend veel ballen onvoorbereid op doel geschoten, waardoor Neerpelt heel veel makkelijke doelpunten gemaakt hebben. En dan wordt het gewoon heel erg lastig om een fatsoenlijke uitslag neer te zetten. Goed, ja, ik denk dat je hoofd gaat moeten leegmaken, want ja, volgende week staat Eupen op het programma. Ja, nou ja, we wisten dat we, zeg maar, de afgelopen periode een pittig programma hadden natuurlijk met veel sterke tegenstanders. Dan is het gewoon jammer dat je het niet voor elkaar krijgt om dat te laten zien wat je voorgenomen hebt. Ik denk dat de eerste 28 minuten was eigenlijk wel prima. Maar daarna dan zakt het wel helemaal in elkaar. Ik heb nog een vraag. De rode kaart. Wat is daar juist gebeurd? Ja, de waarnemer die heeft hem nog een keer een extra tijdstraf gegeven voor commentaar op de leiding. Het is, ik heb geen idee. Het is allemaal... Was het een terechte kaart? Ik heb geen idee. Ik weet niet wat hij gezegd heeft, maar weet je, het is elke week wat anders. Elke week, je weet, wij verliezen zelf en we hebben alles aan onszelf te wijten. Maar het is elke week is het zo'n gedoe allemaal met beslissingen waar je totaal geen begrip voor hebt. De ene wedstrijd, zo de andere wedstrijd, zo de ene helft, zo. Het is voor de jongens ook gewoon heel erg moeilijk om eens te weten waar je gewoon aan toe bent. Het is, en als je dan, zoals wij, een beetje in de hoek zitten waar de klappen vallen, weet je... Dan is dat allemaal een klein beetje dubbel op. En dan zit ook gewoon, het zit je gewoon ook nooit mee. Je hebt nooit eens een keer dat het een keertje jouw kant opvalt, zeg maar. Ook als het gaat om beslissingen met de scheidsrechter. Of dat je een scheidsrechter hebt die eens een keer fluit op een manier dat het jou gewoon een keertje uitkomt. Het is elke week weer wat anders. En het is heel moeilijk om je daar op in te stellen.